Als moeder en zorgverlener maak ik mij zorgen over de zorg en het klieven in de zorg. In deze lezing zal ik uitleggen waarom. Mijn naam is Kirsten Slachter, dokter in de medische wetenschappen, tandartsimplantoloog en vooral moeder van 5 jonge kinderen. In mijn vorige online lezing over orale restricties zoals tongrinproblematiek kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Waaronder dat een tong goed omhoog moet kunnen bewegen en niet alleen naar voren. Spieren en weefsels in de mond die niet goed kunnen bewegen hebben anatomische gevolgen op de lange termijn, want vorm volgt functie. Goede mond- en voedingsgewoontes zijn naast neusademhaling heel belangrijk voor je gezondheid. De mond is de poort naar je gezondheid. Wat houden mijn zorgen dan in? In Nederland heb je eerste, tweede en derde lijn zorg. Eerste lijn zorg is waar je zonder verwijzing terecht kan, zoals bij huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en bijvoorbeeld lactatiekundigen. Voor de tweede lijn zorg door een medisch specialist in een ziekenhuis heb je een verwijzing nodig. Derde lijn zorg zijn bijvoorbeeld academische ziekenhuizen en gespecialiseerde kenniscentra. Bij het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partijen in de zorg. Dit zorgakkoord heeft als doel 1. De kwaliteit goed houden en het liefst nog verbeteren. 2. Betaalbaar houden. 3. Toegankelijkheid voor iedereen. En 4. Waar mogelijk ook duurzaam. De zorg in de eerste 1000 dagen van een leven is een belangrijk onderdeel van dit akkoord. Het Zorginstituut Nederland gebruikt de term passende zorg, vroeger ook wel zinnige zorg genoemd. Dit is zorg tegen een redelijke prijs. De patiënt en zorgverlener beslissen samen en waar kan zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd. Het gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid. Mooi concept van de zorg, maar hoe beginnen we gezond in de mond die eerste 1000 dagen van ons leven? Het is wetenschappelijk bewezen dat borstvoeding het allerbeste is voor je kind gedurende de eerste 1000 dagen. Daarnaast levert borstvoeding op de langere termijn een betere algemene gezondheid op. Kijk maar eens naar dit overzicht. In de Verenigde Staten wordt er 4 triljoen dollar aan de gezondheidszorg uitgegeven. Minimaal 3,6 biljoen zou kunnen worden bespaard als het geven van borstvoeding toe zou nemen. In 2019 werd er in totaal 97 miljard euro uitgegeven aan de Nederlandse gezondheidszorg. Volgens onderzoek van VWS wordt er minder vaak borstvoeding in Nederland gegeven dan in andere Europese Unielanden. Het aantal moeders dat borstvoeding geeft neemt af. Zorgelijk, gezien het belang van borstvoeding op de lange termijn. Wat hebben deze cijfers nu met het klieven van een strakke tongriem te maken? Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het klieven van een strakke tongriem effect heeft op het slagen van borstvoeding en het afnemen van pijn bij de moeder tijdens het voeden. Mits de behandeling is uitgevoerd door een ervaren arts of tandarts en begeleid door een multidisciplinair team. Helaas gebeurt dit niet altijd door gebrek aan tijd, ervaring en begeleiding. Dit is mijn grootste zorg. In de tongriemkliniek doen wij 40% over van eerdere behandelingen door andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijn zorg, vanuit heel Europa. Dit is de laatste 10 jaar gestegen. Dat is zorgelijk. Blijkbaar zijn er zorgverleners die geen goede diagnose stellen en zorgverleners die de behandeling niet goed kunnen uitvoeren. Goede diagnostiek is van groot belang om over- of onderbehandeling te voorkomen. In ons huidige zorgsysteem mag alleen een BIG geregistreerde arts of tandarts klieven omdat dit een voorbehouden handeling is. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen een deskundige mag doen. Anders zijn de risico's voor de patiënt te groot. Wie mogen er dan behandelen? De eerste lijn is vrij toegankelijk en daar kan je zonder verwijzing terecht. De huisarts of tandarts is hier een mogelijkheid. Bij de huisarts vindt een consult en vervolgens een behandeling plaats. Bij de tandarts gaat dit op eenzelfde soort manier. Indien er ook met steriel instrumentarium en een chirurgisch pakket wordt gewerkt, komt hier een tarief bij. Bij een medisch specialist in het ziekenhuis in de tweede lijn kom je alleen via de eerste lijn. De huisarts, de poortwachter van de zorg, zal in 5 tot 20 minuten een diagnose strakke tongriem moeten vaststellen via mondonderzoek en daarna een verwijzing maken. Of je kan via een verwijzing van de tandarts naar de kaakchirurg. Ziekenhuizen registreren de diagnose behandeling en kosten in een zogenaamde diagnose-behandelcombinatie. Er zijn ruim 4500 DBC's en staan voor alle mogelijke diagnose, behandelingen en kosten daarvan met elk een eigen prijs.
De Nederlandse Zorgautoriteit houdt hier toezicht op. Iedereen pleit voor transparantie in de zorg, maar dit blijkt soms lastig. Na raadpleging van de NZA konden de exacte kosten en declaraties niet worden gevonden. Maar de volgende informatie werd ter beschikking gesteld. Laten we kijken naar de meest gebruikelijke routes en kosten. De route huisarts-KNO-arts. Er vindt een consult en consult plus behandeling plaats. De route huisarts-kaakchirurg. Er vindt een consult en consult plus behandeling plaats. De route huisarts-kinderarts. Er vindt een consult en consult plus behandeling plaats. Er werden 2 mogelijke DBC's als optie gegeven. De route huisarts-kinderarts-KNO-arts. Er vindt een consult, nog een consult en een consult plus behandeling plaats. De route huisarts-kinderarts-kaakchirurg. Er vindt een consult, nog een consult en een consult plus behandeling plaats. En tot slot de route via de tandarts naar de kaakchirurg. Consult en consultbehandeling. Al deze routes zijn exclusief eventuele narcose. Het actieplan Ontregelde Zorg pleit voor meer tijd voor de patiënt en behoud werkplezier. Echter, al deze zorgverleners zullen administratie moeten bijhouden, tijd maken voor een verwijzing, mondonderzoek doen en een diagnose stellen. Via de route huisarts, kinderarts, KNO-arts of kaakchirurg zal er zelfs 3 keer een diagnose moeten worden gesteld voordat er iets gebeurt. Alle zorgverleners zullen die diagnose in rekening brengen en het is nog maar de vraag of het dezelfde diagnose is. Er zit naast alle extra tijd ook een extra prijskaartje aan. Van de 97 miljard aan zorgkosten werd er 29,1 miljard uitgegeven aan ziekenhuiszorg en medische specialistische zorg. Dit komt overeen met 30% van de totale zorguitgaven. Even los van de discussie of Cleave nodig is, de vraag is of dit met name in de tweede lijn moet plaatsvinden. Wat ik mis in al deze verschillende routes, zowel de eerste en tweede lijns, is de preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Ook mis ik begeleiding na een behandeling, de nazorg. Wie is er bereikbaar als achterwacht bij spoed? En wie beoordeelt opnieuw alle mond-, voedings- en ademgewoontes? Gebeurt dit dan in de eerste of in de tweede lijn, omdat de laatste behandelaar verantwoordelijk is? Volgens mij komt dit niet overeen met het concept van passende zorg of zinnige zorg. Dit lijkt op medicaliseren. Wat is dan de ideale oplossing in de zorg wat betreft Cleave? Die is er nog niet. Wel heb ik ideeën voor passende zorg. In passende zorg werken we met wetenschappelijk based medicine. Als wetenschappelijk onderzoeker ben ik voor meer wetenschappelijk onderzoek. Maar dat onderzoek moet wel mogelijk en uitvoerbaar zijn. Laten we daarom vooral kijken naar wat we weten. Borstvoeding is het beste voor de algemene gezondheid en Cleave kan daarbij helpen. In passende zorg is de zorg voor iedereen toegankelijk en met preventie kunnen problemen worden voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. In passende zorg beslissen de patiënt en zorgverlener samen. Het is fijn dat je als patiënt kan kiezen wie je zorgverlener is. Dat je keuzevrijheid hebt om voor bijvoorbeeld een ervaren arts te kiezen in plaats van een arts die de diagnose hooguit 1 à 2 keer per jaar stelt op 800 patiënten en daarmee ook 1 à 2 keer per jaar verwijst of behandelt. Het is lastig dokteren in deze tijd. Er zijn nu veel verschillende zorgverleners met verschillende expertises in een klein deelgebied. En er is Dr. Google. In passende zorg werken we samen. Dit is de reden waarom we 10 jaar geleden in de Tongin Kliniek hebben gekozen voor een multidisciplinair team. Tongin-problematiek is een multifactorieel probleem. Je zult dit daarom multidisciplinair moeten benaderen. Iedereen brengt expertise en ervaring met zich mee. We kunnen zelf complicaties oplossen en verwijzen door naar de tweede lijn op het moment dat er complicerende factoren aanwezig zijn en een gezamenlijke aanpak wenselijk is. Zoals bijvoorbeeld bij kwetsbare zuigelingen met bloedziektes of andere gezondheidsproblemen. Laten we zorgen dat we op het juiste moment de juiste zorg kunnen leveren. Laten we daarom samenwerken en kennis delen om de patiënt de best mogelijke zorg te geven. Zorgen moet je doen, niet maken.